Dit programma wordt u aangeboden door de Jacco Forummaand van Family Shoes aan de Gedemptegracht in Schagen. Er zijn te veel mensen, er zijn te veel woorden. Joep, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, dit gaat zo niet langer. Het bedrijf kan niet alle pensioenen blijven uitbetalen. Het houdt een keer op. Je weet dat 100 jaar de maximale leeftijdsgrens is. Daarna worden ze gewoon te duur. Bovendien denk ik dat jij nog het een en ander goed te maken hebt. Je hebt het verleden week flink verprutst met die oude dame. Meneer Bakst. Maar jij gaat hier wat aan doen en alles is geoorloofd. Wat zegt u? Alles is geoorloofd? Alles. Ja. En als jij niet wilt dat dit bedrijf ten onder gaat, dan is 100 te veel. Jij gaat dit oplossen. Ja. Meneer Baks, kunt u deze brief ondertekenen? Ze gaan over... Ja, kom vanmiddag maar terug. Lin, ik weet dat ik maar een stagiaire ben. Wat ik nu hoorde van Baks, het bedrijf gaat ten onder. Want 100 is te veel en Van Vuren moest ze oplossen. Weet jij waar het over gaat? Het klonk nogal luguber. Ik heb geen idee. Het enige wat hier op te lossen is, is de koffie. Dus Van Vuren zou eens wat minder koffie moeten drinken. Wij moeten ook op de kleintjes letten. Ik heb wel gehoord dat het heel slecht gaat met Bakspensioenen. Ik moet elke keer aan mijn overgrootopa denken. Hij wordt aankomende vrijdag namelijk 100 jaar. Het zal daar toch niets mee te maken hebben? Nou, ben je gek? Jij kijkt veel te veel televisieseries. Trouwens, je opa 100. Jeetje, heb je misschien een foto van hem? Ja, zeker. Kijk. Dit is mijn overgrootopa. Nou, wordt hij 100, joh. Nou. Ja, en dit is mijn moeder. Maar je lijkt sprekend op haar. Ja, dat zeggen ze vaker. Ja. En dat is mijn opa. Nou, sketig. Heel leuk. Goh, 4 generaties. Wel bijzonder. Mm-hmm. Nou, Marije, maak je voor de rest maar geen zorgen. Want je werkt hier 2,5 dag in de week. En voordat jij het weet, is jouw stage voorbij. Overmorgen wordt oude opa Jan alweer 100, man. Ja, hij wil het niet weten, hè. Hij wil zijn verjaardag niet vieren. Nou, ik vind het wel een mijlpaal, hoor. Maar ja, ik denk dat ik morgen even bij hem langs ga. En kijken of ik wat boodschappen voor hem kan halen. We kunnen dat toch niet zomaar voorbij laten gaan? 100 jaar. Ik zou trots zijn dat ik dat gehaald had. Mijn oude opa Jan negeert het liever. Hij voelt zich veel te jong. Ja, ik hoorde ook dat hij niet wil dat de burgemeester langskomt. Ik ga gewoon nog even bij hem langs. Wat ik trouwens hoorde, dat was echt raar. Ik was bij Baks op kantoor en hij riep iemand tot de orde die oploskoffie dronk en er niet meer dan 100 mocht, want anders ging het bedrijf eraan ten onder. Wie drinkt er nou 100 kop koffie op een dag? Die man is echt gek. Ja, dat overdreef hij vast. Hij wilde gewoon een punt maken en dan gebruikt hij het getal 100. Ik zou me daar niet zoveel zorgen over maken. Nou ja, het zit me toch niet lekker. Een getal 100 staat me gewoon niet zo aan. Ook omdat oude opa Jan 100 wordt, het zal daar toch niks mee te maken hebben? Ah, rij je op. Nee, jij komt mij gewoon vrijdag om 1:30 ophalen. Dan ben je die pensioenmeneer al lang alweer vergeten. En dan gaan wij oude opa Jan zijn verjaardag vieren. Hé, opa, heb je al zin in uw verjaardag? Nou, helemaal niks. Nou, om eerlijk te wezen, nee. 100 jaar, dat is toch een mijlpaal? Ja. Nou, dan ga ik boodschappen doen, hoor, en wat lekkers in huis halen. Ja, het zou wel moeten, want ja, je kan de mensen niet zomaar wegsturen. Maar van mij hoeft het allemaal niet. Nee, pa komt ook, en Marije, en ik kom natuurlijk langs.
En ik zag trouwens dat u een brief van de gemeente had. Dus de burgemeester wil ook nog langskomen. Die hoeft helemaal niet, muis. Nou, dat is toch leuk, opa? Nee, geen zin. Okay. Nou, ik ga lekker boodschappen halen. Ik ga een hele lekkere slagroomtaart halen, waar u zo gek op bent. En dan koffie en thee en een neutje. Het zou wel moeten. Het hoeft voor mij niet, maar je kan het zomaar niet voorbij laten gaan. Over koffie gesproken trouwens. Marije, die werkt toch bij die bakspensioen, dan loopt ze toch stage? Nou, moeten ze daar zo op de kleintjes letten, dat ze mogen geen eens koffie meer drinken? Nou, dat lijkt mij toch onzin. Daar heeft u toch al genoeg aan afgedragen, dacht ik. Jarenlang, maar ja, het is daar nooit genoeg. Nee. Heeft u daar nog een brief van ontvangen ook, van die pensioenen? Ook, maar dat is helemaal iets ergs. Allemaal vragen en ze willen nog langskomen. Nou, van mij hoeft dat helemaal niet. Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar dat 100 vind ik bijzonder, dat gaan we vieren. Dus ik ga dus boodschappen doen. Kom ik bij u terug, opa? Nou, tot ziens dan. Succes. Ja, is goed. Nou, tot ziens, opa. Tot ziens. Doei. Goeie keuze, meneer. Ja, ja hoor, prima. Denk eens, veel plezier gewoon hoor. Dat is niet. Wat een toeval! Is het gelukt met een lens van je camera? Ja, niet alleen maar lens hoor. Ik had ook nog wat batterijtjes nodig. En, ja, dat hebben ze hier allemaal. Ja, een wereldzaak. Ja. Super. Ja. Ik was nog bij opa Jan. Nou, die wordt ook al mopperger hoor, even goed. En ik heb hem gelukkig over kunnen halen om nog wat boodschappen te gaan doen. Voor vanmorgen voor zijn 100-jarig verjaardag. Anders liet hij het zomaar aan zich voorbij gaan. En ik hoorde zelfs dat de burgemeester niet mag komen. Ja, het is een... Vreemde mannen, ik bedoel dat niet meer, het is overgekomen. Ja, het is leuk dat je boodschappen wil doen, want we hebben tenminste morgen een feestje. En ja, ik ben erbij. Zijn jullie er ook bij? Ja, Marije komt me om 1:30 ophalen. En trouwens, over Marije gesproken, je weet toch dat ze stage loopt bij pensioen, hè? En nou zegt ze dat daar iemand 100 kopjes koffie op een dag drinkt en dat ze daardoor waarschijnlijk failliet gaan. Nou, het lijkt mij dat al die oude surpitje daar alleen nog maar thee drinken in plaats van koffie. Ja, het is de eerste stageplekje. Hè? Het is een beetje fantasie, denk ik allemaal. Dacht je niet? Ja, het is wel. Trouwens, ik hoorde vanochtend op de radio dat de koffie, thee en cacaoprijzen hoog waarschijnlijk nog zakken. Dus faillissementen zitten er niet meer in. Nou, dan valt dat nog weer mee. Ja. Dat is de eerste baantje, de eerste keer. Dus dan zien we elkaar. Hè? Ja. Hij zegt, dat zie je, toch? Er is te veel tijd die ik heb verloren. En er is nog te veel dat ik niet heb gedaan. Ik heb te veel boeken die ik nog moet lezen. Ja, op rot hem, nee, huis uit. Nee, ik krijg je nog wel. Nee, weg, ja. Nee, ik krijg je nog wel. Nee, huis uit. Godverdomme. Ja, ja. De hoek. Papa, wat is dit? Is het goed gegaan vanmorgen bij Bax? Ja hoor. Oh, nou, ik heb er nog eens over nagedacht. Over dat failliet gaan van dat bedrijf. Maar dat zal allemaal wel loslopen hoor. De theeprijzen die dalen weer. Dus die pensioenmeneren die overdrijven gewoon hartstikke. De volgende keer als je een stageplek gaat zoeken, dan ga je een bedrijf uitzoeken die wel met jongelui om kan gaan. Ja, zeg dat. Nou, als de theeprijzen dalen, dan zal het met de koffie ook wel loslopen. Ik kan van vuren gewoon mijn koffie drinken en aan het werk gaan. Dan zal ik blij zijn als ik van deze plek af ben. Sikke neurig oudjes. Nou, daar gaat hij hoor. Ik ook nog een beetje erbij. Jij ook nog een beetje? Dankjewel. Alsjeblieft, Joep.
Ja, ik ga dat doen. Dat is nog maar lang mogen lusten. Ik zou toch zeggen, opa, of je opa, opa Jan. Dankjewel. Zo zie je noemen in de wandelgang, opa Jan. Oh, ik heb zo'n sleutels. Ik spreek toch de wens uit dat we er nog lang plezier van mogen hebben om hier te bezoeken. Ik hoop dat we het nog heel lang beleef. En dat je het ook mee mag maken. Ja, dat gaan we doen hoor. Ik ben heel heel. Hey, bezoek. Hallo. Hey. Hallo. Gefeliciteerd, 100-jarige. Van harte. Mooie tulpjes. En mooie tulpen, kijk eens. Alle kleurtjes. 100 stuks voor elk jaar rijden. Ja, precies. Hoi Pop. Hallo. Hallo. Gefeliciteerd. Hallo. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, ja, ook gefeliciteerd. Alsjeblieft. En een grisantje voor opluistering. Zo, kom er lekker bij zitten. Ja. Nou, dat is toch ook lachen. Dat hele pensioen, Pompax, laatste zitten, moest kijken. 100 jaar is toch prachtig. Zeker. Ja, en voel me toch echt nog goed, hoor. Gelukkig wel. Minder meer.